gaan beginnen. Ik heb het idee om Smoor. Want Smoor heeft ook al ooit zo'n prachtige ster gemaakt op een stoeptegel. Maar weet je, ik dacht gewoon, we gaan vandaag ook iets zelf doen. We gaan er ook leg in de stoep, want dat is echt gewoon. Als je je misschien afvraagt, hoe heb ik deze steen gebouwd, gemaakt? Ik heb hem eerst grondig geschuurd. Toen met afplaktape de rode ster erop gemaakt. Kijk naar de volgende beelden hoe ik het ongeveer heb gebouwd en heb gemaakt. Jongens, we gaan deze keer de ster niet in Hollywood neerleggen, maar misschien kennen sommigen dit nog wel. Ductape auto, ductape tent, valketting en van alles en nog wat. En ja, laten we net hier een paar meter verderop. Hier bijvoorbeeld. En ja, laten we net hier een prachtige stoep hebben waar we prachtig kunnen neerleggen. En ja, dit wordt de Hollywoodster van mijn dorp. De Hollywoodstoep zijn we van mijn dorp. En ja, mijn ster gaan we natuurlijk in het midden leggen, dus die komt daar te liggen. Best gewoon, ja. Zo. Maar er komen natuurlijk ook meer sterren te liggen. Bijvoorbeeld hierheen, hier nog één, hierheen, 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 hierheen. En dan ook aan die kant. En dan is de stoep gewoon compleet. Ik zou zeggen van kom gerust de ster opzoeken, maar ga hem niet verkutten, want dan ben je echt een nul. Maar jongens, we doen het natuurlijk wel echt op de enige echte stratenmakersmanier. Natuurlijk met een echte schub. En een groen niks. En een groen zich hesje voor de veiligheid, want we weten de mensen op straat dat er wordt gewerkt aan de weg. Ik heb op het begin heb ik natuurlijk deze steen uitgekozen en die moet er natuurlijk wel uit. Laten we even mooi gaan beunen met de. Deze weg is vorig jaar nieuw gemaakt. Je kan het misschien ook wel zien. En ja, ik denk niet dat de gemeente er blij mee is. Het grote moment is eigenlijk dat we gaan de steen plaatsen. En zoals je kunt zien, we hebben zojuist de 900 abonnees gehaald. Dus we gaan op de achterkant van de steen 900 abonnees opschrijven. 900 subs. En de datum van vandaag is 16-02-2017. Op 16 februari 2018 gaat de enige echte Bubske zijn enige echte steen hier in de stoep leggen langs de keidrukke weg. Ja, zoals jullie dus hebben kunnen zien, we hebben de Bubske Bobby steen gelegd hier in mijn eigen dorp. Maar, nou kijk, zoals jullie dus gezien, we hebben nog twee andere. Hier hebben we nog een kale zonder naam en hier hebben we nog een kale zonder naam. Eentje wordt er voor een hele grote YouTuber uit de buurt. En eentje is er voor jullie, maar er komt in de volgende video komt er dus nog een prijsvraag over. Dus als je die prijsvraag wint, komt de winnaar natuurlijk ook op de steen te staan en komt hier ook bij te liggen. Jongens, ik zou zeggen van allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Als je toch een video vond, doe ik een blauw duimpje omhoog. Kijk jullie wel weer woensdag weer bij een nieuwe video.